Goedemorgen schoolleven, mijn naam is Dardro. Allemaal welkom op deze nieuwe video. Jullie zullen waarschijnlijk denken, wat doe ik hier in deze mooie bos? Ja, dat is gewoon de bos waar ik woon, erover. Maar ik ben hier aan het wachten op een speciaal persoon. Ja, speciaal persoon. Iedereen is uniek, maar de persoon die nu gaat langskomen, maar is er nog altijd niet. Waar blijft hem? Of nee, wacht. Ik ben voor de eerste keer te vroeg. Jawel, want vanaf maandag om 19:30, maandag 19:30, ga ik elke dag, elke weekdag, een video maken waar wij gaan sporten. Jullie zien het misschien, ik sta hier in sporten nu. Maar, ja, dat is nog niet alles. Vanaf maandag 19:30, elke avond, gaan we gewoon een sportvideo doen en jullie kunnen meedoen. Maar de persoon die nu onderweg is naar mij, hier in deze geweldige bos, die gaat mij coachen. Ik ben nu te vroeg, zodat ik zeker niet te laat kom. Ja? Ja, Sam? Ja, zeg, waar zit jij? Hoe, nog een kwartier? Oei. Ja, ik dacht, ik ben zeker op tijd, dus ik sta hier al. Ah, maar jij bent nooit te laat, je bent ook altijd te vroeg. Ja, ik ook, ja. Ik ben ook altijd te vroeg, ja. Ja, nee, ik ben er al, ja. Oké. Okay. Ja. Joejoe! Kijk, ik heb 10 minuten te vroeg. Oké, okay, ja. Dus, dag Sam. Hallo. Hey, Dardo. Hier hebben we hem toch. De Sam, waar ik het net over had. Is dat de persoon die me eigenlijk vanaf nu gaat coachen? Ja, dat is toch de bedoeling? Dat is de bedoeling. En wat ga je dan doen met mij? Want ja, dus, ik was al bezig. Heb je gezien? Ja, dat kunnen we onder andere in het schema steken, maar daar gaan we natuurlijk niet de coaching van maken. We gaan veel meer oefeningen geven, uitgebreider, en het gaat vooral naar u toe gepersonaliseerd worden. Gepersonaliseerd? Maar ik heb genoeg gedaan, ik heb wel zeker 5 sets van 20 gedaan. Ja, 5 sets van 20. Ja? Ah ja, en dus borst is getraind, en wat heb je nog gedaan vandaag? Benen. Ah ja, benen. Ja, ik ben tot hier gewandeld. En dat is redelijk ver, zeg. Ik ga het zo eens laten zien, dat is echt redelijk. Ah ja. Ik ben tot hier gewandeld. Ja. En rug? Rug? Ja, dat is de last op mijn rug, hè. De last van, van de hele tijd met de corona. En ik dacht, weet je wat, we gaan het positief aanpakken. Ik ga u contacteren. We gaan personal coaching doen. En nu hoop ik dat ik het lichaam kan krijgen waar ik al jaren wens. Waar ik elk jaar zeg van, nu ga ik scherp staan. Dus ik dacht, weet je, kijk, in coronatijden, ik contacteer hem gewoon. Want het is gewoon nodig, want anders dan zit ik nu weer op mijn zak chips voor een tv of achter mijn computer te streamen. Dan kan ik beter elke dag om 7:30 met jullie allemaal samen gaan sporten. En dan kunnen we nadien nog altijd gaan streamen en nog altijd games spelen. Maar dan zijn we tenminste toch actief bezig naar de zomer toe, want de zomer gaat er snel zijn. Klopt, dus wat gaan we doen? We gaan zorgen dat Dardro helemaal in topvorm komt te staan. Door middel van personal coaching. Zo gaat hij het lichaam krijgen dat hij altijd al wou. En volledig trots kunnen zijn op zijn vooruitgang, zelfs in coronatijd. Dat is een mooie. Huh? Dat is een mooi gezicht, oké. Okay. Nice. Oké, okay, jongens en meisjes, hier zitten we dan aan de tafel. En zoals ik al zei, hij heeft redelijk wel opgeschreven. Hè? Dus ik ben benieuwd wat Sam van mij kan maken. Trouwens, ja, Sam is uw naam, maar wat is uw naam van uw bedrijf? Mijn coachingbedrijf dat pas opgestart is, heet Chimp Coaching. Is momenteel al op Instagram bereikbaar. Binnenkort, in de toekomst, komt er nog een site en er gaat een apart e-mailadres komen. Maar jullie zijn zeker al welkom, moesten er vragen zijn, om eens iets te laten weten. Kan op Instagram, kan via mijn e-mail die op de Instagram staat. Voilà, dus zowel qua trainen, qua voeding. En ik ga niet zeggen van, ah, ik ben veel te dik of ben veel te smal en ik kan dat niet. Dat wil ik niet horen, hè. Dan zeg ik elke keer op mijn streams, ik kan dat niet, stop ermee. Hier moet het juist zitten. Het gaat wel. Ik weet het gaat lukken.
Ik heb wel opvolging nodig voor mezelf, ik weet dat. Want ik hou altijd vol, maar ik heb die extra bevestiging nodig. Ik ben iemand, ik heb graag bevestiging van ben ik goed bezig en Sam gaat daar de juiste persoon in zijn. Maar jullie moeten wel zeggen van de mindset zit goed, ik ga ervoor en het gaat me lukken. Nooit denken dat je kan falen, je kan nooit falen, je moet gewoon knallen en dan gaat het 100% halen. En elke maandag, wat zeg ik, elke weekdag vanaf 7:30 zijn wij aan het sporten op Twitch. Dus wees er zeker vast bij, doe ook elke dag mee, want de mensen die elke dag meedoen en waar een bewijsje van op mijn Discord of andere social media terechtkomt, die ga ik persoonlijk belonen en extra bedanken en in de bloemetjes zetten. Bedankt daarvoor. Nu gaan we luisteren naar de preek, want hij gaat waarschijnlijk mijn gewicht vragen. En dan... Oké, dus. Dus we hebben inderdaad een paar dingen nodig voordat we aan coaching kunnen beginnen. Ik heb daar straks al gemerkt dat we redelijk veel potentieel hebben daardoor kunnen halen. Gaan jullie de komende maanden waarschijnlijk ook merken. We gaan hem enorm trainen. Ga je daarvan afzien? Nee. Maar hij gaat vooral juister trainen. Betekent niet per se harder, maar wel slimmer. We gaan technieken gebruiken. Slimmer. Ik, hè? Komt. Ik ben zelf zo, want de reacties gaan volgespant worden. Komt. Ik word slimmer. Helemaal in orde. Ah, ik word slimmer. Oh. Ik zal het brein zijn. Daardoor gaat ook heel veel bijleren. Voilà. Ja. We gaan het verhouden, ja. Maar toch dus, wordt het slimmer, hè? Binnen een jaartje vragen in de fitness. Wordt jullie man? Binnen een jaar ben ik slim, jongens en meisjes. Voilà. Oké, ik ben er klaar voor. Ik ben benieuwd. Wat heb je meegenomen? Dus, de naam hebben we al. Ja, chip. Ja. We hebben het gewicht inderdaad nodig. 90 kilo. 90 kilo, ja. Vol spier, hè. Schrijf maar op, 100% spier. 90 kilo, vol spier. Gaan jullie binnenkort ook zeker zien. En de lengte? 1,78 meter. 1,78 meter met 90 kilo, vol spier. Check. Gewicht heb ik, lengte heb ik. Dat jij een man bent, dat weet ik ook. Dat is... Dat is al bewezen. Gewoon niet verder even uitwerken, maar dat heb ik al bewezen. Ja. Dus, weet jij je maximum bench? Vorige week heb ik mijn laatste twee sets 6 keer 100 kilo gedaan. 6 keer 100 mensen, daar gaan we een beest van maken. Hè? We gaan voor de 6 keer 130. Ja, zot. Ik weet niet wat mijn max is. Ik doe dat nooit zo. 1 rep zo. Doe dat eigenlijk nooit. Maakt ook niet uit. We gaan eigenlijk vooral kijken naar de vorm. Het gewicht gaat bijkomend zijn en we gaan kijken dat de spieren eigenlijk genoeg getriggerd worden. Dus dat er genoeg signaal wordt gegeven naar de hersenen om spieren aan te maken. Hij is nu al aan het bijleren. Ziet je het zitten om liever voedingsadvies te krijgen of om eigenlijk de calorieën te trekken, de dikke calorieën nareken en dat we zo verder gaan van oké, ik eet elke dag dit. Ja, doe maar narekenen, want mijn wiskunde dat is nooit goed geweest op school, dus rekent jij maar voor mij. We gaan de calorieën narekenen. Jij wordt mijn brein, Sam, dus. Oké, okay, ik word het brein achter deze situatie. Okay. Operatie. Dan hebben we dat. Check. Dat zal een hele operatie worden, want... Goed, dus de bench hebben we. Weet jij toevallig hoeveel dat je squat? Ongeveer? Ja, ze zeggen altijd in de stream chicken legs, dus... Nee, ik zit echt laag. Dan gaan we voor benen bij niet zo gevorderd zetten. We zullen bij beginner pakken. Ja, ja. We gaan daarna wel zien. Ik denk dat 100 wel lukt één keer, maar zou ja, dat zoiets zal wel zijn. Stel dat het veel vordert, kunnen we nog altijd het schema aanpassen. Kunnen we nog altijd zorgen dat er meer uitgehaald wordt. Dat gaat ook heel goed te zien worden de komende maanden. Ja, vordert het sowieso 100%, want ik ga echt knallen. Ik ga echt knallen, jongens en meisjes, want volgende zomer ga ik er staan. Nee, zeven. Ik wil echt een keer 100% staan. Schrijf eens op, brak spieren wil ik een keer zien. Ik heb het nog nooit gezien. Dus ja, inderdaad, dan komen we bij de motivatie. Ah, oké, ja. Dan schrijf dan maar op. Buikspieren als grootste motivatie? Ja, grootste motivatie. Ja, de beste versie van mezelf worden. Mm-hmm. Ja, dat doe ik eigenlijk. En dat heb ik zelf in hand. Maar mijn buikspieren wil ik wel zien. Die wil ik wel zien. Dat heb ik nog nooit gezien en ja. Dat is extra motivatie om het vol te houden. De beste versie van jezelf vind ik een supermooie motivatie eigenlijk. Ja. Daardoor, hè. Ja. En de buikspieren zijn bijkomend natuurlijk, dat gaan jullie ook merken. Okay. Beste versie van jezelf, buikspieren. Dan hebben we eigenlijk alles. De rest ga ik nog opgestuurd krijgen waarschijnlijk. Okay. Moest er nog iets zijn dat ik extra nodig heb voor de workouts. Ik weet ondertussen ook al wat we hebben aan gewichten.
Nu natuurlijk, coronatijden, er is niet zoveel. Maar we kunnen natuurlijk met simpele huishoudtoestellen eventueel, pak een bank, pak een tafel, kun je ook workouts mee doen. Zeker ook thuis, dus niemand heeft echt een excuus om te trainen. Ja. Trouwens, qua vragen die hij net heeft gesteld, heeft hij net nog meer diepere vragen gesteld. En ook mijn lengte en zo gemeten, van mijn biceps en zo. Dus die heeft hem ook allemaal. Enkel wel de foto's moeten we nog nemen. We gaan zo de foto's nog nemen. Oké. Komt in orde. Top. En dan zit het er voor de coaching op. Oké. Binnenkort uw schema van mij toegestuurd. Ja. En dan gaan we eraan beginnen. Oké. En het schema van de kijkers. Dat was ik een vraag eigenlijk. Gaat dat? Een schema maken voor de kijkers, want ja, maandag om 7:30 ga ik elke dag sporten met u op stream. Ik doe mijn workout voor mijn progress. Maar de kijkers, sommigen hebben wel ervaring, sommigen niet. Dus misschien een basic schema voor kijkers die zelf de lat hoger kunnen leggen als ze willen bij die oefening. Ja, dat kunnen we natuurlijk doen. Voor jullie ook een schema, jullie kunnen volgen. Je gaat niet alleen daar met te kijken, maar je gaat ook met te meedoen. Ja! Iedereen beest tijdens corona. Oké, dan denk je dat we alles weten. Ik zit 100% zitten. Ik hoop jullie ook. Ik hoop hij ook. Zeker wel. Voilà. Kom. We gaan gewoon lekker knallen. 100% positieve mindset. Ook in deze tijden. Gewoon lekker positief blijven. Lekker sporten. Lekker knallen. Want als er één ding is wat belangrijk is om je mindset positief te houden in deze tijd, dan is het gezond zijn en welzijn. En dat kan alleen maar door middel van sport en gezonde voeding. En die twee dingen die hij mij voorschotelen. Dus ik hoop gewoon dat het een hele leuke periode wordt samen met jullie. En ik ben er vast van overtuigd dat dat ook zo zal zijn. In ieder geval Sam, bedankt voor je tijd. Dat is heel graag. Uw moeite. En we gaan er ons werk van maken. Oké, en zoals ik altijd zeg dan, flex die biceps. En jojo!